Hier in straat helemaal, die loop ik vandaag met Koert Elschot. Niet alleen met Koert, want Koert heeft zijn twee kinderen meegenomen. Het leek ons wel gezellig om gewoon met zijn vier te lopen. En wie zijn die? Kun je de naam noemen? Ze zijn er wel in beeld. Ja, nou, dit is Finley. Ja. En helemaal rechts, links van de kaart, ja, is IJsselin. Ja, twee van de drie, hè? Dit, ja, is er niet, ja, bij, hè? Nee, Lef is er niet bij. Lef? Ja, ja. Is hij naar Levchenko genoemd? Nee, dat niet. Oh, ik mag Levchenko heel graag, maar ja. Het is meer dat hij, de naam doet ze eer aan eigenlijk. Ja. Het is een jochie met veel lef, dus ja, geweldig. Dat is er vooraf al, denk ik. Je mag het maar. Ja. Levchenko, jij noemt de naam Levchenko. Levchenko, of ik noem hem eigenlijk al, Levchenko is een van de velen, maar wel een van de belangrijkste en een van de bekendste die jouw kleding draagt, hè? Een van de velen. Ik ben wel blij dat hij iemand is die iets bij me heeft afgenomen. Is hij een beetje het uithangbord, Levchenko? Nee, hij is het uithangbord voor heel veel merken, denk ik. Ja, maar hij is wel behoorlijk kritisch en is echt een liefhebber. Dus wat dat betreft is het wel heel erg mooi. Ja. Hey, dit, wat je nu aan hebt, is dit ook van jouzelf? Het jasje is van mezelf. Jasje is van jouzelf. Ja. Hoe heet jouw merk? Koert ook. Gewoon Koert. Ja, ja. Koert. Gaan we niet moeilijker maken. Nee. Henk, jij herinnert je Koert natuurlijk ook nog wel als voetballer, hè? In de periode van de FC, toen de FC nog een echte rechtsback had. Nee, want dat is wel waar. Ik heb het in de eerste plaats veel vaker erover gehad. Waar zijn de echte rechts- en linksback? Waar zijn ze nog? Ja, ze zijn er ongetwijfeld nog wel. Alleen, ik denk dat het misschien net een periode was dat je zag dat backs meer opkwamen. Ja, jij ook, hè? En daar was ik best wel een liefhebber van. Koert, achterlijn, hè? Ja, als het even kon wel. Ja, hoor. Achterlijn, haal de oude wedstrijd, voorzet je boom. Ja. Nee, maar ja. Zo makkelijk ging het niet. Nee, maar het was wel de bedoeling. Ja, de intentie was er wel, ja. Ja, de intentie was er wel, ja. Hé, hey, alhoewel wij trouwens, ik moet eerlijk bekennen, hoor. Ik heb wel een vooruitziende blik. Ja. Wij hebben bij de FC, jongen komt uit Beerta, we hebben hier een goede rechtsback op dit moment, die Hans Hatenpoel. Ja, absoluut. Ja. Ja, dat is zeker een groot talent. Ja, groot talent. Niet voor niets jonge Ryan natuurlijk. En ik denk dat als je het toch over een rechtsback hebt, dat hij wel een van de betere rechtsbacks is op dit moment in Nederland. Ik wil niet overdrijven, maar ik weet zeker, eigenlijk zeker, dat hij het Nederlands elftal gaat halen. Als hij zich zo blijft ontwikkelen. Dat denk ik ook wel. Hij is nu al beter dan Van der Wiel. Denk je niet goed? Ik denk dat het Nederlands elftal zijn spelers zeker kan gebruiken, ook op dit moment. Ja. Als die Hatenboer dit hoort uit jouw mond, kijk, als ik het zeg, dan is het allemaal, hallo dames. Jullie zijn even in beeld, hoor. Ja, nee, maakt niet uit. Ja, ze liep er echt op, Henk, of niet? Ja, ze wilde er ook een beetje bij. Ze wilde er ook een beetje bij. Vinden jullie het leuk, jongens, trouwens, Mede? Vind je het niet erg, hè? Nee. Nee, je bent wel in beeld, hè? Ja. En je moet morgen wel in de school. Ja. Maakt niet uit. Hey, even terug naar deze prachtige stad. Hey, je bent een periode ben je weg geweest. Ja. Amsterdam gewoond. Ja, onder andere. Ja, onder andere. Ik weet niet hoe lang je precies weg geweest bent. Nou, toevallig zei iemand dat een tijd geleden tegen mij. Dat het exact 10 jaar geleden is. 10 jaar dus, Koert weg uit Big City? Ja. Oh. Dus 10 jaar de Herenstraat gemist. Ja. Maar nu weer terug, ja. En Maya. Ja, dat ging vroeger in de goede tijd. Dat was eten, hè, goed. Ja, dat was nog wel gezellig. Ja, mooie tijd was dat. Maar dus nu weer voorgoed terug. Je gaat hier weer wonen. Ja. Mooi is dat, dicht bij de kinderen. Dicht bij de kinderen, dat is ook de hoofdreden eigenlijk dat ik terug ben. Deze twee, of eigenlijk drie kanjes die hier in de stad wonen. Ja. Is een talent? Zit er wat in? Ja, hij kan wel wat, hè. Ja? Jawel. Voel me bij GSC, hè? D1, hè, jij, hè? Ja. Ja, GSC. Zit er wat in, Koert? Ja, ach, ik noem hem eigenlijk een beetje een Inzaghi type, weet je wel. Inzaghi? Ja. Neusje voor de goal. Nu dat hij zo heel erg top is, ik vind hem wel heel goed, hoor, daar niet van. Ik ben er wel heel trots op hem. Ja. Maar een beetje zo vanuit het niets komt hij dan een neusje voor de goal. Mooi staat. Hey, train jij hem? Ga je hem trainen?
Ja, dat doe ik niet alleen hoor, overigens. Bij de D-jeugd samen met AD, dat is een andere trainer. GSC. GSC, inderdaad. Ja. En dan ja, pakken we met z'n tweeën pakken we dat de D1-team op. Ja, leuk. Leuk. Hey, maar, en kun jij trouwens dat mode, want je bent natuurlijk in de mode binnengegaan, hè? Ja. Met de voetballerij hem gelaten voor wat het was. Ja. En kun je dat in Groningen blijven doen, die mode? In principe kan ik dat overal vandaan blijven doen. Ja. Want ja, ik zit nu met één been nog een beetje in Deventer eigenlijk. Ja. Maar goed, ja. Nee, ik heb gewoon een studio in huis en dat kan ik gewoon goed combineren met alles. Dus. Ja, dat is mooi. Ja. Ja, dat is goed, man. Hey, goed. En de voetballerij, wat ik al zei, ga jij je daar nu weer wat meer intensief mee bezighouden? Want je hebt iets gezegd van, ik wil eigenlijk wel het trainersvak in. Ja, klopt. Ik heb me ook ingeschreven voor de trainerscursus. Ja? In september gaat hij beginnen, 3 en 2. En nee, voetbal is eigenlijk altijd wel blijven kriebelen. Alleen door privé-situatie kon ik er eigenlijk niet echt wat mee gaan doen. Maar nee. Ja, nu zijn de tijden iets anders en ja... Nu kan ik er gelukkig wel een bepaalde draai aan geven. Ja. Dus ja, voetbal blijft altijd toch wel leuk. Ja, je bent stabieler geworden. Jij bent een stabielige einddertiger. Ja, dat denk zo ik wel. Zoiets? Ja, dat komt wel. Je bent rustiger geworden. Ja, jawel, jawel. Ik was nooit echt super heftig of zo als persoon. Maar ja, ik denk zeker weten stabieler. Dat is wel het juiste woord. Ja, hè? Ja. En die combinatie dan? Hoe zie jij die combinatie dan van en de mode en het voetbal? Nou, mode staat nu op een iets lager punt. Oh ja? En, waarom dan? Nou, het is niet zo dat ik er helemaal niets meer mee doe, maar ik ben nu wel druk met andere werkzaamheden ook. En vooral ook de kids en het huis nu op dit moment. En ik wil me toch ook wel focussen op de trainingscursus. Ja. Het is niet goed, denk ik, om je op te veel verschillende dingen te richten. Nou, ik heb er hartstikke veel zin in. Wat ik al zei, in september beginnen en dan, dan gaan we er gewoon vol voor. Was je ook zo blij, Henk? Ik heb nog even getwitterd. Ik kan er maar één de trots van het noorden zijn, dat is wel eens weer gebleken. Wie? Heb jij het nog even gezien? Heb je het nog even meegekregen gisteren? Ja, ik die eclatante overwinning van Bart? Ja, dat was een duidelijke overwinning. Ja. Wel verdiend. Ja. Gelukkig ben ik blij dat Groningen heeft gewonnen. Je wordt het seizoen van Danny Hoessen. Ik heb zo'n gevoel, ik heb zo'n gevoel. Ja, ik heb zo'n gevoel. Het is zelf wel aangegeven toch? Een beetje een moeilijk seizoen gehad. Maar... Ja. Nou, een beetje, is, behoorlijk moeilijk seizoen. Ja, maar elke speler maakt wel een moeilijke periode door. Ja. En hij is nog vrij jong toch, dus hij heeft de tijd om zich te ontwikkelen. En bij Groningen kan het heel goed. Dus... Kan je dat zien, hè? Kan je zien, zo'n goaltje, in de eerste minuut zo'n goaltje. Ja. Hoeveel zelfvertrouwen zo'n spits daarvoor krijgt en hoe die zich dan in ontplooit in de rest van zo'n wedstrijd. Ja, klopt. Maar ik denk dat zelfvertrouwen een heel groot iets is als speler zijn. Ja. Je hebt zelfs hele grote namen gehad die dan... Ja, op een gegeven moment bijvoorbeeld niks presteren, maar dat heeft onder andere ook met zelfvertrouwen te maken. En als dat gewoon heel erg goed is, dan kan je dat ook weer terug laten zien op het veld. Mooi, hè? Gaat nog een beetje, jongens? Ja. Jij ook? Gaat goed? Ja. Valt mee, hè? Hier straat helemaal. Ik zag geen reet voor eigenlijk. Je loopt er gewoon doorheen, je babbelt wel eens en uiteindelijk zegt van, nou, zo is toch goed? Ja, normaal hebben ze ook geen zin in winkelen hoor, maar ik denk dat dit is lekker. Hey, ik heb ook iets gelezen over Pelikaan S. Ja, de club van Wim Bulten. Dat is toch een club met, ik moet toch zeggen, een club met ambitie. Ja. Wat ga jij daarbij doen? Nou, ik zal de dinsdagavond oppakken daar. John de Hoop, die is gewoon hoofdtrainer, maar... Er is een vacature daar, wassen, voor de dinsdagavond. Ja. Dus nu wordt hij dus ingevuld door... Koerdels, Jos? Ja. Ja? Ja, inderdaad. Oh. Maar het is mooi om de jeugd van Filius en team te combineren met een seniorenteam. Ja. Het is een hele ploeg, heeft heel veel potentie en heel ambitieus. Nou ja, ik dacht waarom niet? Nee, ga je gewoon doen. Ja, ga je gewoon doen. Ga je gewoon doen. Mooi begin. Het is een begin van misschien wel een hele mooie trainerscarrière. Zie jij het zelf ook zo? Je hebt onder andere geroepen, maar het allermooiste zou toch zijn als ik ooit nog eens voor de groep kom te staan in Euroborg. Ja, klopt. Kijk, als voetballer zijn, dan had je al een droom om profvoetballer te worden. Dat had ik nooit verwacht. Maar uiteindelijk is dat wel gelukt. Ja, en als trainer zijn, ja, kijk, ik weet natuurlijk ook niet waar het gaat eindigen, maar ik...
ik ben wel zo ambitieus genoeg om het meeste uit ook deze carrière te halen. Ja, nee, dat zou geweldig zijn. Ja, ja, mooi man. Ja. Dat zou echt fantastisch zijn. En zeg maar, en gelauwerd en gevierd hier in, vooral ook in het Oosterpark natuurlijk, in die tijd nog wel. Ik heb jij ook nog wel meegemaakt dat Koert maar vanaf de rechterkant opstormde. En dat het legioen erachter ging staan en Koert, Koert, Koert. Ah, geweldig was. En dat jij dan inderdaad er ook overheen denderde. En dan vlak voor de achterlijn die voorzet, wie stond er meestal? Martin Drent, wie stond er meestal om in te komen? Martin Drent stond meestal wel. Maar was wel de inkoppel. Hé jongens, was het leuk? Ja. Vond je het leuk om te doen? Jij dan? Vond jij ervan? Beetje, ja toch? Hartstikke goed man. Ja. Hé, ik geef jou een hand. Yes. En ik laat jou kiezen uit Peppy of Kokkie. Peppy. Peppy toch wel, hè? Jullie die kant op, uit beeld, die kant, daarheen. Koert ook. En bedankt hè. Goedemiddag, Sjoerd, jongens. De enige echte rechtsback die nu hopelijk ingehaald gaat worden door Hans Hartenboer. Huh?